Want terwijl we in Nederland vroeger pas na een overstroming begonnen met onze systemen aan te passen, doen we dat sinds een aantal jaren voor zich een volgende overstroming of ramp voordoet. Het is alle hens aan dek deze week. Het heeft enorm geregend en de weersvoorspellingen zijn niet goed. Vliegtuigen zijn inmiddels al vanuit de lucht bezig om de dijken te inspecteren. Want één ding is duidelijk, er komt een muur van water af op Nederland. De grootste oefening sinds 1995 en we gaan oefenen met militairen. We zijn natuurlijk niet voor niks in deze kazerne. Met dijkwachters, hydrologen, ecologen, communicatiemedewerkers, juristen en nog heel veel andere bestuurlijke collega's en bestuurders. 5 waterschappen, 4 veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland en het Ministerie van Defensie. Meer dan 1000 collega's gaan 1147 kilometer dijk inspecteren. Ja, mijn naam is Herman Dijk, dijkgraaf van het waterschap Drentse Overijsselse Delta, hier vandaag in het gemeentehuis van Kampen. We hebben hier vanmorgen bij elkaar gezeten als gemeentelijk beleidsteam om na te denken over een aantal besluiten die genomen moesten worden. In het kader van het hoge water van de IJssel, maar ook de storm vanuit het noordwesten. Dat gaf bij Kampen heel veel problemen. Zoveel problemen dat het over een soort overstroombare dijk gaat stromen naar Kampereiland toe. Daar wonen heel veel mensen. Die mensen die moeten geëvacueerd worden. En vandaag was dus aan de orde van, nou, moeten ze geëvacueerd worden? Antwoord is ja. En wat komt daar dan allemaal bij kijken? En welke besluiten horen daar dan weer bij? Nu is de informatie ten opzichte van mijn binnenkomst hier veranderd. Namelijk dat de waterstanden toch nog hoger worden dan aanvankelijk gedacht. We kregen informatie, die informatie was weer anders dan 8:00 vanmorgen. Daar moet je dan op inspelen. De burgemeester die gaf ruimte aan de partijen die aan tafel zaten. De informatie werd goed gedeeld, de oplossingsrichtingen werden goed gedeeld. En naar mijn gevoel zijn we er ook op een goede manier uitgekomen. Mijn naam is Harold van Waveren. Ik ben een van de voorzitters van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. En we zijn hier momenteel in Lelystad bij het Watermanagement Centrum Nederland, waar we meedoen aan de oefening Deining en Doorbraak, een landelijke oefening. En in die oefening levert de LCO, waar ik dus voorzitter van ben, de informatie waar waterschappen en Rijkswaterstaat in de regio mee aan de slag kunnen. En wij doen dat door aan de ene kant zelf informatie te verzamelen, hydrologie van de rivier, meteorologie, weersberichten, neerslag, maar ook informatie van die waterschappen en Rijkswaterstaat. Dat brengen we samen in dat ene landelijke waterbeeld. En dat delen we dan vervolgens weer met de partners in de regio, zodat we met elkaar de juiste besluiten kunnen nemen. Wij zijn, ja, ik noem het ook wel een informatiemakelaar. Wij verzamelen informatie. Daar voegen wij onze eigen informatie aan toe, maar ook onze eigen deskundigheid. We hebben die experts rondlopen met veel verstand van waterkeringen, van het watersysteem. Nou, wat vandaag gebeurt lijkt heel erg op hoe het in het echt zou gaan. We zitten in feite al midden in de crisis. Het is al een flink aantal dagen hoog water. We zitten in code rood inmiddels. En de cyclus hier is dat een aantal keren per dag draaien weermodellen van KNMI. En daarna hoogwatermodellen van Rijkswaterstaat en Deltares en het KNMI. Dat levert waterstanden op, verwachte waterstanden. De rivierengroep begint hier vanochtend heel vroeg om 6:00. En rond 9:00 hebben die een eerste hoogwaterbericht met gedetailleerde verwachtingen. Dat doen ze later op de dag nog een keer. In het echt zal ze dat misschien 3 of 4 keer per etmaal doen, maar vandaag 2 keer. Daaropvolgend werkt de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging en die maakt mede op basis van die hoogwaterberichten, maar ook allerlei andere informatie, situatierapporten, informatie uit de LCMS, telefoontjes, alle informatie die tot ons komt, een totaal overzichtsbeeld. Waar we ons op baseren is een situatie van 1 tot 2 jaar geleden. Want zo'n gebied moet dan ingemeten worden, moet in de computer gestopt worden, moet gekeken worden of het inderdaad ook goed functioneert en moet dan tot operatie gebracht worden. Mensen moeten er ook mee leren omgaan. Nou, een doorlooptijd van 1 tot 2 jaar. Dus eigenlijk zitten we altijd 1 tot 2 jaar in de historie te werken. Nou, met de laatste jaren, met de grootste veranderingen die we hebben, natuurlijk met de ruimte voor de rivier, zitten al die veranderingen er niet altijd in. Nou, en dat is dus wat we hier ook doen, dat wij dat weten welke veranderingen er zijn en dat we dus die model daarop, op basis van onze expertise, daarop aanpassen om in ieder geval dat verschil in werkelijkheden, zeg maar, hè, tussen wat echt in het veld gebeurt en wat wij in onze computermodel hebben, om dat weg te werken. Dat is een van onze kerntaken. Op het moment dat het extreem wordt, ja, dan hebben we een groep andere experts erbij die op het moment dat we minder weten, nog steeds tot die kwaliteitsslag kunnen komen.
En met al die expertise bij elkaar zorgen wij ervoor dat die informatie zodanig verwerkt wordt dat we daar één goed landelijk waterbeeld van kunnen maken. Daarbij kunnen we ook onze eigen adviezen toevoegen. En dat gaat dan weer terug naar de waterschap en Rijkswaterstaat, die daar dan zelf weer mee verder kunnen om de juiste maatregelen te nemen. We hebben Defensie nauw betrokken. Een fantastische partner om in samen te werken. Ze hebben natuurlijk menskracht, maar ze hebben ook heel veel dingen die kunnen helpen. Zoals een Eagle scan, waarmee je over de dijken kunt vliegen. Je kunt kijken waar wateronderloopsheid optreedt en dat soort zaken. Ja. Zojuist is er een aanvraagformulier militaire steunverlening in het kader van openbaar belang ondertekend. Ik ben heel blij dat ik dit zo kan ondertekenen en mag ondertekenen. Dat heb ik gedaan namens Defensie, eigenlijk namens de militair commandant militaire middelen. Vanwege het stijgende hoogwater hebben zij behoefte aan extra middelen, extra capaciteiten. En waar ze behoefte aan hebben, dat zijn hoogwaardige technologische middelen, dat is één. In dat kader leveren we een UAV, in dit geval de Scan Eagle. Die kan langdurig over diverse dijkvakken vliegen. Die beelden zenden we door vanuit Delen door naar dit waterschap. En aan daarvan kunnen we zien waar echt zwakke delen zijn in het dijklichaam. En kunnen we schaarse middelen, die kunnen we naar die zwakke plekken brengen om daar juist de dijken te versterken. En daarnaast de Scan Eagle is ook behoefte aan extra personeel. Dus we sturen ook een peloton Nationale Reserve. Die gaan ook hier een kwartier maken. Die hebben hier ook een commandopost. Nou, dat hebben we dus wel vooraf besproken. Defensie die heeft, behalve dat we heel veel spullenboelen hebben, helikopters, zandzakken, handjes, hebben we ook heel veel denkkracht, wat we ook graag ter beschikking stellen. Zowel op beleidsniveau als op operationeel niveau, maar ook op kennisgebied. Denk aan WTEC, die opgericht is om kennis te bundelen. Mijn rol als adviseur, ik kom in veel regio's en ik tref dus heel veel dezelfde vragen bij burgemeesters. En dat kun je in je advisering meenemen. Dus een waardevolle asset, dus behalve de spullen ook wat we aan advies kunnen inbrengen. Voor scenario 3, de kans erop is min 10%. Ik zal dat toch ook even de burgemeester voorleggen, in hoeverre hij verlangt dat we dat verder gaan uitwerken. Wessel, ik zou je net bellen, want het duurde wel wat lang voor mijn gevoel. En wat ik nu binnenkrijg en waar we zo meteen over vergaderen wordt, ja, is dat we de informatie krijgen van het waterschap dat er morgen vroeg om 7 een zware storm is. Dat betekent toch echt evacueren en dat gaan we nu voorbereiden. Dus dat betekent voor ons dat wij ons gaan voorbereiden op de persconferentie. Die ik graag samen met de dijkgraaf zou willen invullen. Ik wil toch wel even naar meneer Dijk toe. De waterstand is 30 centimeter hoger dan de dijk, dus de dijk strandt over. En u komt daar nu achter, u zegt door de storm die wat harder aanwakkert. Maar is daardoor 30 centimeter meer te verklaren? Ja, klopt. Vanmorgen om 8 uur hadden we de laatste voorspellingen. Maar begrijpt u dan ook dat mensen zich in Stadshagen zich zorgen maken en helemaal langs de rivier van ja, als het nog wat harder gaat waaien, heeft het waterschap het dan wel goed in de veiling? We oefenen misschien wel te weinig. Er zijn heel veel partijen bij betrokken en het is niet automatisch zo dat je altijd iedereen direct te pakken hebt. En zo'n oefening helpt dat gewoon er ook aan gewend te raken. Dus ik denk dat het goed is. Het is belangrijk om elkaar te kennen, elkaar te vertrouwen, elkaars jargon te leren kennen. Zodat je in de warme fase, zoals we dat noemen, als het echt erop aankomt, dat je dan de goede besluiten kunt nemen en de goede acties kunt uitvoeren. Het feit dat je hier met een gemeentelijk beleidsteam in de stad Huis van Kampen zit en dat er een ROT is wat ergens anders zit. En die eigenlijk heel veel zaken uitvoeren, die soms ook wel adviezen geven. En dat is soms een hele lastige weg over en weer. Die twee gremia, daar worstelen we al behoorlijk wat jaren mee, sinds dit systeem is ingevoerd. Maar dat is nog niet helemaal perfect. En in een oefening mag er van alles fout gaan. Als natuurlijk in het echt er iets aan de hand is, ja, dan moet het wel gewoon goed functioneren. Waar wij vooral met elkaar nu voor aan het oefenen zijn, is om ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste basisniveau komt. En dat basisniveau moet natuurlijk zodanig zijn dat we daarmee zo'n hoogwatersituatie zoals die deze week geoefend wordt, goed aankunnen. Dus gewoon het leren werken met dat systeem, dat is al een hele belangrijke. Maar uiteindelijk zijn het de bestuurders in de regio en als het een nationaal probleem wordt, ook in Den Haag, die zijn het die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. En wij zijn daarbij ondersteunend.
Want wij zijn het met z'n allen die dagelijks de waterveiligheid van al onze inwoners garanderen. 365 dagen per jaar, 24/7, werken wij om ons land veilig te maken en veilig te houden.